En hoewel Suriname al 2 weken lang geen nieuwe COVID-19 besmettingen heeft genoteerd, is het gevaar nog niet geweken. De voorzorgsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen, moeten worden gehandhaafd. Dat is het advies van publieke gezondheidszorgdeskundige Ruben Del Prado. Hij was vandaag de gast in onze actualiteitenprogramma ADV COVID-19 Update. Tot nu toe heeft Suriname, in tegenstelling tot buurlanden Frans-Guyana, Guyana en Brazilië, enorm veel geluk gehad. Zowel de besmettingsstatistieken en overlijdensstatistieken zijn laag gebleven. Echter moeten we niet te vroeg juichen, waarschuwt Del Prado. Hij wijst erop dat de grenzen nog steeds moeilijk bewaakt kunnen worden en dat er ook mensen zijn die voorzorgsmaatregelen niet serieus nemen. We weten niet wat er bijvoorbeeld bij onze grenzen gebeurt. We weten niet wat er gebeurt in de goudmijnvelden. We weten niet wat er gebeurt wanneer mensen toch feestjes organiseren. Er zijn nog steeds huwelijksfeesten, een aantal begrafenissen zijn nog vrij uitgebreid gehouden. Er zijn nog veel buurten waar mensen toch bij elkaar komen. Ja. Niet de 2 meter afstand die is voorgeschreven in acht houden. Niet constant hun handen wassen met zeep en water. 20 seconden goed wassen. Dat doen ze dus niet. Dus het is een combinatie van goede maatregelen, maar ook een heleboel geluk. We hebben echt geluk gehad. 10 mensen positief getest in Suriname. 2 weken lang niemand erbij. Terwijl onze buren de gevallen toch wel toenemen bij onze buren. En de buren testen nog minder dan wij. Del Prado ging ook in op het gebruik van mondkapjes. Hij wees erop dat de mondkapjes na 1 uur weggegooid moeten worden. Ik heb niet zo lang geleden op verschillende plaatsen de opmerking gemaakt over die mondneus bedekking. Ja. Toen heb ik zelf gezegd, mensen, je kan ze misschien zelf maken. Want natuurlijk houdt het een deel van die druppels tegen. Ja. Want het virus komt voor in druppels, die komen uit je mond en komen uit je neus. Het zijn vrij zware virussen, die druppels die vallen op de grond ongeveer na 30 centimeter. Dus onze afstand, al draag je geen mond-neusbedekking, die druppels die komen niet bij jou. In het geval ik zou flitten of zou niezen. Niezen is een beetje tricky, want niezen gaat veel verder. Ja, vandaar het komt met alle, kracht mensen, naar buiten. Alle mensen in je. Toen heb ik een opmerking gemaakt over, je kan zelf mondlapjes maken of mondgezichtsbescherming van panjestof. Publieke gezondheidszorgdeskundige Ruben Del Prado vandaag in onze actualiteitenprogramma ATV COVID-19 Update. Hij waarschuwt dat het gevaar voor Suriname nog niet is geweken. Het programma wordt vanavond na het nieuws uitgezonden.